Nou, stel dat ik iemand vermoord heb en ik moet hem in een kleedje rollen, dan ga ik jou bellen. Je hebt van die buren die op zondagochtend het gras gaan maaien. Of die 's avonds als jij net lekker in bed ligt gaan klussen. Kortom, goede buren die moet je koesteren. Vandaag ontmoet ik Marjolein en zij wil heel graag haar bijzondere buurvrouw verrassen met een mooi boeket. Hi. Hi. Wat is dit een heerlijke plek zeg. Nou hè. Jij wil iemand gaan verrassen. Dat klopt. Mijn overbuurvrouw Derja. 4 jaar geleden ben ik in Harderwijk komen wonen, alleen. Oké. Nadat ik gescheiden was. En Derja heeft mij eigenlijk gelijk de eerste week uitgenodigd voor een buurtbarbecue. Daar ben ik op ingegaan. En dat was eigenlijk de aftrap van een hele mooie vriendschap. Waarin zij altijd vraagt in de weken dat ik geen kinderen heb van... eet je mee? Kan ik iets voor je doen? Ga je mee wandelen? Het is heel zorgzaam. Ja, ze heeft een beetje voor je gezorgd. Ja, ze heeft echt wel voor mij gezorgd. Ga jij hier natuurlijk nooit meer weg? Nou ja, dat zou je dus zeggen. Maar ik heb de stoutste schoenen aangetrokken. Een huis gekocht in Eindhoven. In Eindhoven! En gaan we terug. Nee! Ja, dus ik ga haar verlaten en... Dat kan me voorstellen dat het ook wel een beetje pijn doet. Nou, dat doet pijn. Want kijk, wij zien elkaar echt 3-4 keer. Soms wel 5 keer per week. En wat ga je het meeste missen, denk je? De onvoorwaardelijkheid. Als ik thuis kom uit de stad of zo, en het is 12:15 s'nachts en het licht brandt, dan ga ik daar nog een wijntje doen. Ja. En dat is ook helemaal niet raar als ik daar om 12:15 s'nachts binnenkom. Nee, dus dat is echt heel erg leuk. Hoe onvoorwaardelijk is dan die vriendschap? Wat zou jij bijvoorbeeld voor haar doen of andersom? Nou ga ik een anekdote vertellen. Ik ben gek op anekdotes. Ja. Ze heeft eens gezegd van... Nou, stel dat ik iemand vermoord heb en ik moet hem in een kleedje rollen, dan ga ik jou bellen. Ja, dat is natuurlijk een grapje, maar... Ja. Ik weet niet. Ik weet niet hoe diep het hier is. Het wordt tijd dat we Derja gaan ontmoeten. Daar hebben we natuurlijk wel een mooie bos bloemen voor nodig. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Laten we gaan. Ja. Wauw. Dit is een mooi boeket, toch? Ja, het is prachtig. Maar ja, bij een mooi boeket hoort natuurlijk ook een mooie kaarsje. Ik zag hem al, ja. Leuk. Die doen we nog wel mooi tussen. Ja. Ik heb nog nooit in een bakje iets gezeten. Nooit? Nee. Hoppa. Ik heb een bel. Dan komen we er wel. Precies. Ja, helemaal top. Oh. Ja. Hij staat. Vind je het spannend? Nou, ik vind het heel erg leuk. Laat hem gaan. Deze zijn van jou. Ja, dankjewel. Hey Der, kom. Deze bloemen zijn voor jou, omdat je weet dat ik heel veel van je hou. Ik wil je gewoon bedanken voor de laatste 4 jaar vriendschap. En voor alle jaren die nog komen gaan. En, zeker. Je bent een lifesaver voor mij geweest, dat weet je. Ah, wat lief. Dan zijn deze bloemen voor jou. Ach, schatje toch. Ja. Hoe vind je dat ze dit heeft gedaan voor je? We hebben echt zo'n mooie tijd met elkaar hier gehad. Ja. Ja. Heel intensief ook soms. Ja. En weet je, bedoel, je zegt wel lifesaver tot wij dat zijn geweest. Maar ja, het is andersom natuurlijk net zo. Wat ga je het meeste missen, denk je? Ja, gewoon dat vertrouwen, gewoon altijd op elkaar kunnen bouwen. We maken er ook altijd wel een grapje over. Van joh, wie ga je bellen als je toevallig iemand vermoord hebt? En je moet een lijkje op gaan rollen in een tapijtje. Hè? Daar wil ik het nog over hebben. Ja. Is dit dan in de planning? De fantasie, ja. Ja. Er zit ook nog een persoonlijk kaartje in, wat Marjolein voor je heeft geschreven, dus dat mag je even voorlezen. Kijk, lieve Derja, bedankt voor onze onvoorwaardelijke vriendschap, Lijn. Ja, zeker. Niks te danken, schat. Ik bedoel, hallo. Oh. We blijven eeuwig vrienden. Sowieso. Nou, dat sowieso. Ontzettend leuk. Ja. En, hopelijk nog op een hele mooie vriendschap. Dankjewel. Dat je gewoon blijft zoals die is. Tot de volgende. Bedankt. Graag gedaan. Okay. Doei. Doeg. Jeetje, wat bijzonder. Leuk, hè? Nou, kom, we gaan lekker naar binnen gaan een vinootje te open trekken. Ja, zeker. We gaan wijn drinken, jongens. Oké. Oh, we gaan wijn drinken? Ja. Kom, let's go. Kom, heerlijk, een zinnenwijntje. Ja.
Nou, ik denk dat deze boodschap goed is aangekomen. En het boeket gelukkig ook. Ik ben heel erg benieuwd wie de volgende is die we mogen verrassen met een mooi boeket. Ja, je doet soms wel dingen waar je er achteraf misschien wel spijt van hebt. Dat je denkt, oh, dat nee, heb ik nooit gedaan. Kijk eens. Je moeder houdt van kleur. Dat is gelukt. Ja.